TV wordt mede mogelijk gemaakt door Renzi uit zijn bureau en schildersbedrijf Bader in Noordwijkerhout. Hans Vrij junior is dit seizoen het gezicht van EVC Kuik. Niet meer als trainer zoals de afgelopen jaren bij FC Liende en kort bij SVZW. Maar als technisch directeur. Trainer van EVC Kuik is Pieter Kruijf, de trouwe assistent van Kraai. De uitwedstrijd dus voor VVSB bij de nummer 9 van de ranglijst. Kuik haalde 16 punten uit 12 duels. VVSB heeft 11 punten uit 11 duels. Wedstrijd tegen HBS is natuurlijk niet meegerekend. Wedstrijd werd na 52 minuten gestaakt bij een 1-0 voorsprong voor VVSB vorige week. Dit is de mogelijkheid van de wedstrijd. Schot van Kruik, de Kruik, spits van JVC Kuik, gaat naast het doel van Heemskerk. Dan voor het eerst VVSB. Duindam is vertrokken. Wordt gezien, er komt de bal bij Duindam. Dan doet hij hier wel te weinig mee. Had de bal over Van Gerwen moeten verlengen, maar lukt niet. Het wegboksen van Heemskerk opnieuw ingebracht. Heemskerk redt weer en dan is dit een strafschop. Zwart werkt zijn directe tegenstander naar de grond. Scheidsrechter Hof wijst naar de stip. Daar is niks op af te dingen. Hier goed te zien, Zwart werkt zijn directe tegenstander naar de trekt eigenlijk. En dan is het 1-0 voor JVC Kuik. De Graaf stuurt Heemskerk naar de verkeerde hoek. En dus de openingstreffer van deze middag. 1-0 voor JVC Kuik. Dan is dit een merkwaardige vrije trap van Jozic. Die wordt nog van richting veranderd. En uiteindelijk naast het doel van JVC Kuik. Dan zitten we nog steeds vlak na die fase waarin Kuik 1-0 maakte. Is dit El Alaghi. Met een lange bal. Dan komt de bal terecht rond het 16 meter gebied. Mooi lopje. Heemskerk kan redden. In tweede instantie ook, maar in derde instantie niet. Dan is het 2-0 voor JVC Kuik. Dit is natuurlijk fenomenaal gedaan. Het lopje, gezien dat Heemskerk voor zijn doel staat. Bal komt op de paal. Heemskerk redt nog een keer. Maar uiteindelijk moet hij toch het hoofd buigen op die derde inzet van Wassenberg. En 2-0 dus voor de thuisploeg. Wassenberg vlak na die 2-0 gaat naar de grond. En ditmaal geen strafschop voor JVC Kuik. Hamdi is boos. Vindt dat Wassenberg een duikeling maakte. Maar scheidsrechter Hof weigert dus voor de tweede keer, deze middag naar de stip te wijzen. Zal natuurlijk meegespeeld hebben dat JVC Kuik al een strafschop gehad heeft. Beide spelers vermanen toegesproken. De wedstrijd gaat verder. Vlak voor rust. Serboni ingespeeld. Dit is een grote kans voor de spits van VVSB. Maar goed te zien dat hij momenteel niet het vertrouwen heeft. Wat hij aan het begin van het seizoen wel had. Had de bal af kunnen geven op Duindam. Maar besloot zelf te gaan. Zoals een echte spits dat hoort te doen. Maar de bal naast het doel. 2-0 de ruststand. Voor JVC Kuik. En dan zal VVSB moeten komen. Gebeurt ook. Paasje naar Duindam van Verzijl. Mooi gedaan door Duindam. Moeilijke hoek. En dan alsnog de treffer. Schitterende aanval. Paasje van Verzijl is precies op maat. Duindam gaat dan de keeper voorbij. De hoek is nog moeilijk. Maar via de binnenkant van de paal dan de 2 tegen 1. De aansluitingstreffer voor VVSB dat terug is in de wedstrijd. Het momentum lag daarna ook bij VVSB. Corner, bal beland bij Zwart. Wat een kans zeg. Goed te zien dat hij verdediger is en geen aanvaller. Want deze bal had moeten hangen. Dubbele wissel bij VVSB. Van Nieuw en Van Laren komen in de ploeg voor Tabisso van Zijl en Bas Ruigerok. En Ruigerok spoort zijn ploeggenoten nog even aan. Het VVSB had JVC Kuik voor het grijpen. Maar dit is een grote kans voor de thuisploeg. Asawiki, de invaller, heeft ongetwijfeld iets moois in gedachten.
maar de uitvoering is minder. Maar VSB nam veel risico's in de laatste fase op jacht naar die gelijkmaker. El Alaghi, gevaarlijke speler, legt de bal breed. Heemskerk redt. En dan is dit denk ik de beslissing van de wedstrijd. 3-1. Het lijkt toch veel op de 2-0. Het is wederom Wassenberg die scoort. En wederom is hij het meest attent bij een rebound. Flinke streep door de rekening van VSB dat wel verder gaat. Dit is het god van Jozic. De keeper van Gerwe redt. Blijft 3-1. En dan Hadley met een hele matige paas. Levert hem zomaar in en dan is hier goed te zien dat VSB veel risico nam in de laatste fase. Carmelia moet scoren. Heemskerk redt, krijgt hij nog een herkansing. En dan is uiteindelijk Hadley daar om zijn fout goed te maken. Maar wat een kansen zeg voor JFC Kuik. Dit is natuurlijk een overtreding. Dan krijgt de VSB een vrije trap. Willem, dit is een ingooi. Even later. De VSB slordig in deze fase. Heeft het eigenlijk al opgegeven na die 3-1. En Kuik kan naar hartelust counteren. Asewiki gaat hij nu wel scoren. Heeft wat geluk. En dan komt zijn treffer daar alsnog. Met het hoofd. Heemskerk is net te laat. Is ook net wat doortastender in deze fases. Deze momenten voor het doel. Asewiki, een koud kunstje voor hem om de 4-1 voor Kuik te maken. En dan gaat VVSB toch een flink pak slaag krijgen. Jevense Kuik dat wellicht nog de score op gaat voeren. Carmelia. Is dit nou een voorzet of een schot? Ik weet het niet, maar de bal gaat in ieder geval er niet in. Carmelia, die aanvallende rechtsback, die dus al wat kansen heeft gehad voor Jevense Kuik. Het zonnetje schijnt, maar niet voor VVSB, want dat gaat verliezen. Het is al enige tijd zonder overwinning. Hoewel Bosma het nog eenmaal probeert, de bal komt voor bij Van Laren. Het schot van Van Laren is niet succesvol. Het is een van de laatste momenten van de wedstrijd. VVSB gaat dus verliezen van Jepse Kuik. Forse cijfers. De laatste weken zitten we iets beter in ons veld, tenminste eigenlijk vrij goed in ons veld. We spelen goed, we geven in de organisatie gewoon weinig kansen of tot geen kansen weg, geen tegengoals. En ja, je krijgt nu 4 tegengoals. En we hadden deze wedstrijd gewoon niet moeten verliezen eigenlijk in de stand van de ranglijst. Maar ja, 4-1 zijn wel duidelijke cijfers. Ik denk als we teruggaan naar de eerste helft, dan is een zwakke fase tussen de 25e en de 35e minuut. Breek je dan op, dan kom je 2-0 achter. En dan krijgen zij nog ook een moment waar ze misschien nog een strafschop kunnen krijgen. Hoe verklaar je die mindere fase dan opeens, terwijl je beter in de wedstrijd kwam? Ja, nou goed, ik vond juist dat we in het begin dat veel de tweede ballen verloren. Fysiek sterk elftal met heel veel voetbalkwaliteit te Kuik. En dan moet je er gewoon. We kwamen met heel veel in de duels, maar dan moet je die tweede ballen winnen. En die wonnen we niet. Ja, en op een gegeven moment ga je wel die duels winnen op de stand 0-0. En dan krijg je ineens een tegengoal tegen. En vlak erop die 2-0. Ja, dan had het even lastig. Dus met 2-0 ga je de rust in en dan probeer je toch alles een beetje recht te zetten in de rust. En ik vond dat we de tweede helft prima openen om toch een vrij snelle goal te maken, 2-1. Ja, we hadden ook die 2-2 op ons schoen, die valt niet. Ja, dan zie je in het voetballen als die 2-2 dan niet valt en we gaan toch wat risico's nemen. Ja, dat hun dat we ruimte weggeven en twee, dat hun ongelooflijk veel kwaliteiten in hun team hebben om de score nog uit te bouwen naar 3-1, 4-1. Het wordt uiteindelijk, je zegt 2-2 hangt in de lucht, het wordt 3-1, uiteindelijk ook nog 4-1. Dan ziet de verdediging er van VVSB toch niet helemaal goed uit, net als bij de 2-1. Baart jou dat dan zorgen? De 2-1? De 2-1 van JFC, de 2-0, sorry. Zorgen inderdaad. Maar goed, die 3-1, 4-1 die vallen, dat wij met Steven, onze laatste man, voor de verdediging gingen voetballen. En met veel druk vooruit en dan geef je ruimtes weg. En ik moet ook zeggen, ja, hun kwaliteiten, zeker met hun rechtsbuiten, dat was gewoon een topper. En elke bal die hun veroveren, die gaat gewoon cross naar hun rechtsbuiten. En dan gewoon heel veel moeite mee. Dus vandaar het scoren hun toch 2 goals. Je had het net over een ploeg met heel veel kwaliteiten, fysiek sterk, veel aanvallende kwaliteiten. Is dat ook niet te veel eer voor een ploeg die jullie eigenlijk gewoon kunnen hebben in normale doen? Ja, nou, dat vond ik inderdaad ook. Ik vond juist dat in de goede fase zat in de competitie. En tegen AFC en...
Tegen AFC en HBS hebben we bewezen dat we gewoon makkelijk mee kunnen met die ploegen. En ja, wij schatten Kuik ook in die categorie. Alleen, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind Kuik een hele goede ploeg. En als ik ze vergelijk toch ook met AFC en HBS, ja, zijn ze misschien een stapje beter. Maar we waren denk ik ook niet opgewassen tegen hun fysiek vandaag. En dat hebben ze toch wel een beetje opgebroken. Ja, nu moet VWSB toch echt een flinke pas op de plaats maken. Als je vandaag wint, krijg je nog aansluiting bij die middenmoot. Nu wordt het duel volgende week met Gemert toch al misschien wel van cruciaal belang. Nou ja, inderdaad. Gemert kennen we vanuit de beker. En dat was ook een behoorlijk gelijkwaardige wedstrijd. En ja, misschien staan we wel op die plek waar we misschien nu een beetje horen. Al denk ik nogmaals, ik ben wel teleurgesteld in het feit dat we de stijgende lijn niet door konden zetten naar vandaag toe. Na twee goede wedstrijden. En zeker in de organisatie dat je toch vier tegengoals misschien een beetje geflanteerd weggeeft. Dus ja, volgende week wordt het een zeer cruciale wedstrijd. VVSB TV werd mede mogelijk gemaakt door Renzi uit zijn bureau en schildersbedrijf Bader in Noordwijkerhout.